Vandaag overleven wij 24 uur op een boot. Nou. En ik zeg, hey, ik heb een bootje. Weet je niet dat de zon heeft? Nou, wie is er niet bij vandaag? Mattie, jongen. Is het zo als wij nu al dan instappen dat het ook echt al ingaat? Ja. En de tijd start nu. Dus dit is echt nu 24 uur lang onze plek. Wie de fuck is deze koffer? Ja, wie denkt? Het is toch ook een ongelofelijke drama, Queen. We gaan overleven op een boot, niet in een hotel. Kleding, extra paar schoenen, een goed boek. Wat een onzin weer. Nou boys, het is 11 uur, dus tot morgen vroeg 11 uur moeten we hier op deze boot blijven. Maar waar slapen we? Ik vind dat dit echt zorgen zijn voor vanavond. Het zijn zorgen voor vanavond, waar we slapen? Ja. Waar slapen? De boot. Waar eten we? De boot. Ja, als ik bijvoorbeeld echt heel erg geil word. De boot. Het is geen zeilschip, je hoeft niet te masten. Fuck bros, throwing bars everywhere. De boot. We mogen dus wel van de boot af in het water, maar niet te ver. Het is fucking gek. Ik heb een keer een goede dag gekozen om dit te doen. Oké, niet meteen kijken waarop ze zwemmen bij de makkers. Het enige waar je dus op mag staan is de boot in principe. Laten we even regels maken. Dat je niet sowieso nooit verder dan 3 meter bij de boot vandaan bent. Je mag nooit op iets van de kant of een eiland mag je nooit opstaan. Ja, nee. Gozer, ik ga nu al helemaal kapot. Misschien is het goed om vandaag ook bijzonder veel te hydrateren, dus is er een biertje voor mij. Ik vind het nog steeds ongelooflijk bizar, Koen, dat het dan 30 graden is. Je zit 24 uur op een boot en jij trekt al lang broek aan. Ik heb een hele koffer mee, vrienden. Denk je erin zit? Lekker zeg. Dit is gewoon lekker hoor. Zo, en nog best wel koud. Dit is trouwens een beschermd natuurgebied voor de biervogel. Oh, ik hoor hem al. 24 uur varen en bier drinken. Nou, inmiddels nog maar 23 uur en 57 minuten. Hoe is dit een straf? De straf acht ik groter dat zeg maar, zelfs nu we hier nog aanliggen bij het startpunt, dat we hier al geen schaduw hebben. Laten we bij het eerste probleem beginnen. Kun je dit niet even gaan fabriceren? Dit is een tentje. Ik heb dat niet nodig, want ik heb mezelf voorbereid. Oh. Wat heb je mee, maat? Altijd even het hoedje eraf. Oh mijn god, kut. Ik ben niet gesponsord, maar... Ultra loud. Daar ga je in zitten. Dan ga je gewoon in. Dan trek je over je heen. Nou ja, dit is oprecht nog best wel. Ik denk oprecht, als je daar een kwartier zit, is het daar 200 graden. Dit kunnen voor de mensen thuis geschokken in de beeld zijn, maar Rob begint op te zwellen als een marshmallow. Hij heeft een bootvuur. Het is gewoon zijn bouw. Ik heb lekker lunch meegenomen. Maar we kunnen even ergens naartoe varen waar je lunch kan halen. Ja, laten we even gaan varen. Oeh, jij kan dat weer. Hij sprak net de legendarische woorden. Het varen is mij met de paplepel ingegoten. Jullie leggen mij vaak woorden in de mond, maar dit is... Even voor de duidelijkheid, wij zitten hier natuurlijk nu onder een pluim, maar we hebben natuurlijk ook zonnebrand. Want smeer je in. Ik heb nu wel veel meer gevoel van vrijheid dan bijvoorbeeld op zo'n dagterras of in de tuin. Kijk, de plek waar je bent blijft hetzelfde, maar je gaat wel ergens naar een andere plek. Ja, ja. Nou weer? Ja, eigenlijk. Hallo cameraman. Als je gaat niezen, dan hebben we er ook niks cameraman aan. Cameraman met hooikoorts hebben cameraman wij weer. Cameraman met hooikoorts. Cameraman, wil je weer even aandacht? Volgende keer huren we gewoon weer een andere nutteloze zzp'er in, hoor. Ook geen probleem. Je gaat nu de verkeerde kant op. Dat weet ik, dat deed ik net. Alleen Je ziet het, hè mensen. Het varen is er met een paplepel ingegoten. Ik ben alleen van die cruiseschepen ben ik gewend. Hij is de jongens en meisjes. Daar is die. Pakjes voor 12. Yo, welcome to my crib. Wow. Gaan we even omkleden. Omkleden? Hey, what the fuck heb je de witte dolfijnen? Ik heb dus gehoord dat hier wel eens een witte haai gesport is. Niet meteen kijken waar het Nederlands Olympisch roeiteam vaart achter ons. Het was een mooie slag tussen de bankzitters en het Franse roeien. Oh, we gaan botsen! Zij moet harder peddelen. Jij remt nog helemaal nou, niet. Nou, echt op een haar. Weet je hoeveel belasting we hadden bespaard als we al die pensioenen niet hadden hoeven uitkeren? Zijn jouw weetrekkers? Laten wij wat te eten gaan regelen. Okay. Er zijn hier allerlei leuke plekjes op en rondom het water. Op het water? Ja, van die eilandjes. Ja, dat is op het land. Nou, heb ik nog nooit gehoord. Ja, sorry hoor, maar heb ik een punt? Ik heb de beste tactiek. Wat nou als Milo straks een bommetje doet en dan kunnen we gewoon lopen? Nou, het is weer fantastisch van je. Dan is het toch land. Kut! Dan gaan we tactiek. Wie wil een leuk bootfeitje horen? Ken je de uitspraak op het nippertje? Het nippertje was zeg maar het achterkant. Ja, hou maar. Kijk, ik zou dan kunnen doen dat ik het wel interessant vind, want het is best een leuk verhaal. Maar dan kom ik toch niet in. Kut verhaal. Waar ga je naartoe? Oh, je kan ertussen. Zo, dit is een soort haventje. Hey, ik zie daar 3 dames zitten. Oh ja, waai joh. Misschien kan ik ze speels nat spuiten met mijn pik. Bizar, wat een lekker. Eten hebben ze hier. Het is zeg maar niet binnen, je kunt gewoon vanuit buiten bestellen. Maar als je heel hard zou schreeuwen, zou het in theorie kunnen. Had dat dan gelijk gezegd? Je moet wel filmen, hij is maar een glasmaker. Oh, ik nou, gek man, echt leuk om te zien. Echt, dit is toch leuk? Ik heb nog voor het eerst een keer boot aan het regelen. Piep piep. Hij is vast in deze. Afblijven! Maar we kunnen niet van die boot af. Dat is het even probleem. En daar ligt allemaal lekker eten op ons te wachten. En misschien wat bier of ijs of iets wat we nodig hebben. Ik ga gewoon even googlen of ze een telefoonnummer hebben. Maar ze hebben niet eens een naam. Ik heb een telefoonnummer, jongens. Al lang. Echt?
Hi, goeiedag, met Milo van de Bankzitters, dus hoop ik aan het YouTube-kanaal. Wij liggen hier, Wij liggen hier aan die steiger. Alleen wij mogen vandaag niet van de boot af. Dus de vraag is, kunnen wij telefonisch een bestelling plaatsen die jullie even die 10 meter bij ons aangeven? Nee, sorry man, helemaal geen tijd voor. Ik sta maar eentje. Gaat het niet worden. Oh, oké. Okay. En dat ding buiten, is die wel bemand? Nee, sorry man. Ik ga je verder niet helpen. Gezellig klinkt je. Later! Wat een chagrijnig zo is, hè. Ik denk dat ik zelden zo gezellig iemand heb gesproken als die jij het sprak aan de telefoon. Ik denk misschien, dit is een hot take, maar dit zou heel veel verklaren, dat hij nu een vriendin heeft die ik echt heel vaak heb geneukt. Nu is ze vrij. Moeten we aandacht trekken? Help! Ze komt niet. Kut. Ik verdrink! Meneer, mogen we u wat vragen? Wij mogen niet van de boot af, maar we willen graag wat bestellen. Zou u voor ons, dat we u geld geven, iets willen bestellen? Nee? Oh, dat is dus kein Problem. Kein Problem, ja, meine Frage. Wir können nicht von der Boot abgehen. Und wir möchten gerne etwas bestellen. Von die Snackbar. Können wir du Geld geben, das du für uns bestellt? Ja! Dat is heel schön. Hey, ik heb telefoon, Maar ga jij zijn telefoon en onze pimpels aan hem meenemen? Het is wel de Duitser, die hebben ons eerder verraden in de verleden. Sta ik af van Nederland, dat is echt leuk zo. En doe this to him. Ja, ik dankjewel. Du bist ein legend. Dit was misschien wel de eerste mooie Duitser die ik ooit heb gezien naar hier. Ja, dat komt. Ja? Oh mijn god, wat een Duitse legend. Duitse legend, ze bestaan. Ja! Dat is ganz geil. Wat is deine name? Thomas. Du bist ein legend, Thomas. Yes! Dankeschön! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Het is nu 1:15. Dus 1:15 onderweg. We hebben lekker frietje. We hebben een nieuwe Duitse vriend. Het gaat hier eigenlijk nu al boven mijn verwachting. Ik was echt benieuwd hoe we dit zouden doen met eten en zo. Vind je dit een rode ui op speciaal? Laten we proberen de boot zo schoon mogelijk te houden. Doe jij nou weer? Je moet, ik wil toch nog een bepaald punt aansnijden. Jij bent wel heel bezorgd de hele dag al. Ja, hoe gaan we slapen? Zijn jullie niet bang voor piraten? We zouden best piraat kunnen worden. In principe is deze boot nu verlaten. Die kunnen we stelen. Best laten we voor de meme gewoon een boot stelen. Hoe gaan we daar zo? Ik film jou even, Koen. Kennen jullie bankzitters? Ja, die kennen ze. Deze rekening is dat Rob een parasol gevonden, maar nee, deze hoort in de cupcake. Pas nu. Zo, ik moet echt... Nee, Rob, doe niet. Piers op de boot! Nee! Grappen! En die piers op de boot! Ah! Hey, wie gaan er het water op in die dingen? Zingenwerken. Jij bent vandaag. En jij voor de rest van iemand? Nee, voor geen goud. Welkom bij Makkers! Ah, mijn beentje vast! Ik ben nudist. Nou, ze zijn er klaar voor, hoor. Pep, je komt direct. Jongen, heel man. Jongens, zijn er klaar voor? Ho! Ho! Harder! Ik zie daar een schans! Wil je over die schans? Ja, nee! We gaan niet. Jullie hebben gelijk. Dit is levensgevaarlijk. Klopt. Zeker. We gaan het nog een keer proberen. Ze hebben gezien dat er ijs achter zit. Gewoon echt niet. Maar ik ga deze bocht zo draaien, daar komen ze sowieso over. Ik ken het niet. Jullie hebben echt geluk, jongen. Je komt wel goed weg hier. Ga even hard. Ga even zo hard mogelijk. Laat hem, bro! Ik moet zeggen, dit is de langste 3 meter van de boot van mijn leven. Rob, je bent af! Niet meer binnen 3 meter! Dan ben je nu af. Kijk, het mooie is dat als hij natuurlijk hier straks is, dan ga ik natuurlijk niet wegvaren. Over 2 maanden tikt hij de 79 aan, maar dat weerhoudt hem er niet van om zijn zwemdiploma te halen. Hij zit eronder. Jij hebt ook weer. Af. Alsjeblieft. Let me do so fine. Hallo mensen! Hij is nog droog, haal hem binnen. Jij wil die handdoek gooien. Hallo. Naar Rob hier en hij waait, boem! Precies daarop. Ik ga nu een staatslot kopen. Hey Koen, wat nou als er een van ons in het water valt? Dan hebben we een Mongool in ons midden die ons kan redden, denk ik.
Man overboord! Piet, laat het zien, want er is man overboord! Nou, en dan is het gewoon luisteren naar de lifeguard. Nou, gaan we weer. Piet, spek niet dan weg! Hey, dit is een hele bijzondere plek, jongens. Even een momentje aandacht daarvoor. Dit is namelijk de Bibian Mental Pier. Ach, geweest. Zo. We gaan even bier drinken. Milo had online een heel mooi plekje gevonden, waar een terrasje letterlijk aan het water lag, zodat de mannen de boot niet uit hoeven. Maar na een hele lange boottocht stuiten ze op de locatie toch op een probleem. Jezus, ben jij een lul, hè? Jezus, ik weet het toch niet? Hey, baal ik wel van, man. We hebben nu anderhalf uur gevaren van niks. Kleine update trouwens. Het is inmiddels 4 uur. Ach, geweest. Vaar daar gewoon heen. Op het moment dat iemand je wegstuurt, zeg je, oh sorry, dan ga je weer terug. Op het moment dat niemand het zegt, wat ik bijna zeker weet, dat niemand gaat die moeite doen, dan kan je daar gewoon aan het terras een biertje halen. Hoe kan het nou verboden zijn als hier gewoon een tering chill terras aan het water zit? Omdat het gewoon een normaal ding is. Dit is gewoon een woonwijk. Het staat privéwater. Maar goed, dat bord hebben we nou al genegeerd inmiddels. In our defense, we hebben wel een lifeguard bij. Inmiddels komen nu boeren, zeg maar, Het is dicht. Er zitten mensen in een boot zitten wat te drinken. Ik zie wel. Hey, ik ga ze gewoon niet halen. Wat een kut idee. Ik denk dat daar een wit bordje staat met absoluut niet aanmeren hier. Dit is van levensbelang dat je niet doet. Milo, wat een kut idee zeg. Het is helemaal geen kut idee. Het is hartstikke leuk ras. We gaan even gewoon een biertje doen en niet zo zeiken nou de hele tijd op mij. Ik ben ook klaar met deze manier hoor. Morgen. Hij hoopte eigenlijk dat we misschien een biertje konden afhalen. Afhalen? Ja, heel graag. Kijk, dat typisch jongen nog gelijk hè. Oh, mooi. Perfect. Ja, super. Ja. Zo weinig. Super, ja, we mogen niet van de boot af. Dat is een challenge. Dat is een challenge, ja. Dan kan ik vragen of iemand even de boot. Oh, dat zou echt super zijn. Ja. Ja. Maar het is dus privéwater, maar het was echt geen enkel probleem wat we hier op kunnen. Ja, weet ik het ook, kan mij het ook ruften. We gaan lekker pils drinken. Werk ze nog, hè? Bierkwartier geopend! Echt de meest rustige plek hier ooit. Ik ga deze morgen even een fluit lopen blazen. Hoor hier, hoor de rust. Weet je wat ik heel tof vind en niet tof vind? De honger in Afrika. Het is niet tof, want mensen hebben honger. Stel, zij zijn allemaal geen honger, hebben ze genoeg eten, maar hadden wij misschien te weinig eten. Denk je daar wel over na? Maar Milo, aangezien we hier nu zitten en het bier is lekker, maar gaan we nog eten? Ik heb mijn onderzoek gedaan. En wat natuurlijk altijd kan, is gewoon zoeken naar iets op thuisbezorgde, dan een plek doorgeven, dan hou je desnoods op zo'n band binnen. Er is een hele leuke route door een klein kanaaltje richting Hilversum. Want er is een hele leuke route, dus door allemaal kanaaltjes richting het centrum van Hilversum. En daar op de hoek aan het water zit Mackie. Jezus, aan. Wat? We kunnen dus heerlijk sushi bestellen of zo en een man wil weer naar Mackie. Gaan we niet om Mackie, maar dat is een leuke route. Ik wil een milkshake, ik wil gewoon een milkshake banaan. Kijk, weet je wat ook belangrijk is? Dat heb ik er nog niet bij gezegd. Op die route zijn een paar sluisjes die je met de hand moet openen. Ik denk serieus dat ik misschien de enige ben die daar de kracht voor heeft. Okay. En zo weet Milo de andere jongens wederom te overtuigen een lange tocht in te zetten en ditmaal naar de McDonald's. Eerlijk, als ik dit zo zie, baal ik echt weer dat ik niet mee kon. Hé, hey, wordt die wel smal, man. Als we nu een tegenligger krijgen, zijn we lul. Komt er voor mij. Oh, die zo'n burger bijna. Ik moet Milo wel gelijk geven, anders hadden de mensen dit niet gezien. Hilversum 3 bestond nog meer. Dat meen ik. Echt sterk hoef je overigens niet te zijn om deze sluis te openen. Je drukt namelijk op de knop en dan gaat die open. En nou nog eens zeggen dat mensen die wilden zien, dit is toch mooi stukje techniek. Hebben even laten zien aan de mensen. Ik denk met name dat als Matt dit ziet, dat hij echt trots op ons is. Zeg, als Matt geen YouTuber was geworden, had hij dit gemaakt. Is toch mooi? Jij ziet altijd die zijkant dat ik domme dingen laat zien. Dit vinden mensen toch mooi? Ik denk dat mensen dit echt prachtig vonden. Wie ben ik nu? Koen. Gozer, je kunt er niet zomaar een boek in het water gooien. Wat doe je toch niet zo? Haal dat boek maar. Haal dat boek, broer. Ik ben echt fucking aso, man. Jij wil niet een boek in het water gooien. Tering aso. Hij heeft zelf ook niet door hoe aso het is. Nee. Oh, voor zo'n smalle sluit. Nee, je gaat er maar gewoon in. Van een gek, zeg. Doei. Dit is een bizar droog boek voor hoe nat het was. Jullie zien wel het droogste natte boek, want ik heb het in mijn leven gezien. Kutboek. Ah, kut. Dat is echt niet handig. Oké, moet het terug. Jongens, het is nu of nooit. Dat is leuk. Zo heet het boek namelijk. Dit is heel erg grappig. Dames en heren, ik zou wel wat zachter varen. Omdat er net een groot bord stond verboden voor motorboot. Sorry, ik dacht dat je met je hoofd dus die titel mocht gaan schudden dan. Oh, dat is wat bedoelen. De laatste keer dat ik checkte. Tepels als sigarenpeuken. Dit is het. Dit is het, ja. Dit is het, ja. Ja, vanaf hier komen we dan niet, hoor. Er staat een heel groot hek omheen. Dit is een probleem. Dit is lastig. Wie heeft dit verzonnen? Maar luister, als je hem hier toch neerlegt. En dan moet je iemand hebben die hier wel van de boot af kan. Die gaat even Mac van ons aan. Die gooit het hier over dat water. Hey, je kunt ook een Insta-story plaatsen of zo. Hey, iets verder terug, waar we net langs waren. Daar heb je zo'n haventje. Daar zou je kunnen aanmeren. En dat is vlakbij die Mackie. Ja. Uiteindelijk besluiten de mannen niet om te varen. Maar om gewoon aan te meren aan de achterkant van de McDonald's. En de hulp van onze trouwe volgers in te schakelen. Op dit moment is het 6 uur. Dat betekent dat we 7 uur op het water zijn. Dit is voor de mensen die hier vandaan komen, zit een super herkenbaar plekje, dit hoekje. Er komt iemand vanaf daar, komt ze aanlopen, loopt een beetje naar beneden, gooit even zo'n tas naar beneden en dan hebben wij het hier te pakken. Als ik deze eromheen lasso. Waarom ga je lasso? Zo. Waarom ga je ergens zo? Pak je lasso maar. Maar misschien is die plek van Roem misschien toch helemaal geen zo'n heel gek idee. Nee, maar maak het op story. Laten we volgen Milo's idee. Maar die story! Doe eens een ongeveer die story! Of je gaat nu die story maken, of je gaat nu gewoon weer zorgen dat die boot goed ligt. Nee, die story! Prima. Ik ben heel blij.
Het overleven op die boot is helemaal niet boeiend, maar met jullie erbij is zelfs een uur al moeilijk. Maak die story dan, Milo. Hoi, Hilversummers. Wij zijn op het water. Kijk. Hoi. Ja, kijk, draai even om zo. Die zien die mensen toch even in smiggelbeeld, mogol. Oh ja, 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 klopt. Ja. Wij hebben jullie hulp nodig. Wij hebben vreselijke honger en we zijn in de buurt van de McDonald's Hilversum. Kom even naar het hek toe en dan wil ik ook dat je ook even onze bestelling opneemt. Dan geven we jou geld en dan kun je dat even voor ons halen en dan hebben wij heel lekker te eten. Dan zou je een legend zijn. Doei! Oh mijn god, wij zitten hier rustig te wachten. 5 minuutjes denk ik. Opeens komt daar iemand aanfietsen. Boys, boys! Mackie is dicht! Bullshit. Je lult, wij zien auto's. Nee, bedoel de hek! Ach, weer zo. Het komt er dus eigenlijk op neer dat mijn idee gewoon weer werkt. Tot 1 uur is hij open en levering kan tot 9. Dus we kunnen ook thuisbezorg bestellen en dan zeggen we zijn bij jullie buiten. En zo staat daar, amper 5 minuten na de oproep, al een held op de jongens te wachten om ze van een ongelofelijke trek af te helpen. Ja. Maar ik heb even een ander ding. Hoe gaat hij straks het eten aan ons gooien? Hoe krijgt hij het hier uit? Ja, maar ik laat het. Sleep. Hierin. Een keer halen, dat bestelling op, geloof ik. Nee, geloof ik wel. Je bent geen mongol. Ja, dit is echt gevaarlijk, man. Als het erin valt, zijn we in de lul. Oh, gaan we zo doen? Ja! 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 Ja, dat wil ik open wel. Hoor, als je naar met onze 140 euro, dan komt nu je gezicht zo bij spoorloos. Kijk naar zijn donkere ogen en wenkbrauwen. Wie van u herkent hem? En nog een aanknopingspunt misschien, zijn loopje. Oké, maar even los van die 100 euro. Het alle kussen naar ons waterpistool die we kunnen gebruiken. Oké, die komt nooit weer terug. Kan hij zo het drinken aangeven? Want kijk, het eten kun je wel gooien. Nou, het ook niet trouwens. Dus nooit zijn die toch ook in dat ding? Oh ja, dan kun je hem zo eruit spuiten. Precies. Maar als je milkshake of zo aangeeft, kan je het ondervangen. Dan geen mongol. Vet spul. Kom met een appeltje, lekker. Nu moet ik geen appel. Dan gaat een Mackie eten. Ik wil appel. Oh jammer. Niet meteen kijken, maar hij zwemt naar een appel. En na wat geknutsel komen de mannen met het volgende werktuig bouwkundige wonder om het eten van de kant naar de boot te halen. Nee, ik denk dat dit kan wel werken. Voor het eten weet ik niet, maar voor de milkshake zeker wel. Ik heb alles. Dat ben je. Kijk, je bent een mongol. Gooi die maar eerst. Dat is het belangrijkste. Dit krijgen we er nooit meer uit. En ijskoude. Maar kijk, als hij dit niet erin gaat gooien, dan gaat hij toch breken? Jezus. Haal hem binnen, Roel. Secure the bag. Oh my god. Film hier in. Film hier even in. Ze staan gewoon nog rechtop. Er is helemaal niks uit. Kan je deze erom hangen? Met de hendel? Ja. Oh, fucking legend, man. Ja! 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 Keer op keer fixen ze. Lekker zeg. Fucking legend. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, maar we zijn 24 uur op de dag er als visengel geklaard. Ja. Nu weer dit geklaard. Ja! Elke keer lukt het niet. Ik wil graag mijn milkshake nu. Ik kijk even en volgens mij komt tot de conclusie dat dit er echt helemaal nodig uit gaat komen. Kijk eens naar je appel, kijk eens naar je peer. Stop het niet in je oren, maar stop het in je... Kut. En dan besluiten de jongens toch weer terug te gaan naar de Loosdrechtse plassen, waar ze ineens in een groepje met zeilmaagden terechtkomen. En het WK wordt hier gehouden en Roel denk ik, vaar er gewoon dwars doorheen. Op dit moment... Op dit moment hebben ze hier, zijn ze bezig met de Olympische Winterspelen. Bruh. En Roel gaat er gewoon zo dwars doorheen. Hé, hey, kijk! Een groepje maagden. Heb ik het niet over ons. Wij neuken heel veel. Wij neuken heel veel. We hebben bezoeken. Ruiken die Mackie! We kunnen daarheen voor het afval. Zou je ons kunnen helpen met afval weggooien? Wij mogen niet van de boot af. We werden net aangevallen door allemaal meeuwen. Dus we moeten van dit afval af. Maar wij mogen dus niet van de boot af. Dus als jullie ons kunnen helpen, zou fantastisch zijn. En wellicht kun je ook een ijsje voor ons halen. En ook deze jongens zijn zo aardig om even te helpen met het weggooien van het afval en het halen van een ijsje. Maar ze vragen ook direct terug om een gunst. Wij hebben echt nu een vraag voor jullie. We komen helemaal de achter zwemmen, maar weet je hoe we terug moeten komen. Dus wat is je vraag? Of we mee mogen. Even denken. Zullen we even overleggen? Jongens, maar even stil, we overleggen. Ik zou zeggen nee. Maar in principe hebben we ook nog die 2 rubberen banden. Oké, maar anders blijft gewoon nee. Jongens, hebben we overleg? Ja. Goed nieuws, we doen het niet. Ik ook nog wat nieuws, ze hebben geen corona. Dat is fijn, maar hebben ze wel een drankje? Zonder camera erbij, hè. We moeten echt 20 euro. Oh, dit is niet waar! Ik wil twijfelen. We gaan even overleggen. Overleg even. Maar blijft het nee. Jezus, man! Wat doe jij nou? Wat doe je nou? Wat doe je nou? Jezus. Ik had hem niet vast, hij laat hem los. Ja, ja, man. Kan je voor mij misschien nog een Magnum aan? Magnum? I back. Mensen, ik weet het zeker, na het ijsje moet Rob zeker poepen. Klopt dat? Ja. En dan gaat hij daar aan dat trappetje hangen en dan ga je dus zo je drol naar buiten persen. Maar ik vraag me dan af, zingt hij? Nee, man. Nee, die zingt. Die zingt? Dank nummer.
Dus het ijsje, jongens. Nou, lekker. Dit is een leuke poging om leuk te zijn. Het is tijd voor een kleine avondduik. Het is inmiddels, hoe laat is het erop? Kijk eens kijken. 8:45. Maar het is echt een ram koud, man. Jezus, wat een god. Oh, het is wel koud, zeg. Nee, niet echt. Heb je nog brood? Nee, niet doen. Gooi dit erbij, hoor. Ja. Ja. Hoe diep is het? Ik zag het. Oh, gatver. We zijn denk ik tot overweg misschien bij een weggezakt in de mond. Dit kan toch niet, bro? Die vrouw kan dit kan echt niet. Doe dit. Goed gevangen. Ga hier met deze. Oh, kut. En dan kun je dus bierpongen op het water. Ja, ik ga wel even het water in. Als jij nou zegt of het koud of warm is, dan ga ik misschien ook nog wel. Oké, het is warm. Ik ga hier de andere kant ook doen, hoor. Ja. 20 minutes later. Kom maar. Oké, kom erin. We kunnen dit ook op de boot tillen en doen we het gewoon daar op het drogen. Nee! Verantwoord met het milieu. Stel je gewoon je troep in het water en je ruikt niet op, gast. Doe even normaal. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om zwerfafval te voorkomen. Oké, Milo. Wat zijn de odds dat jij nog krijgt? 3, 2, 1, 4. Oh, die wind is zo koud. Oh, kan je niet meer. De zon en de temperatuur beginnen inmiddels te zakken, maar met zo'n romantische setting als dit weet je bij deze jongens dat er altijd een kans is dat er een vurige liefde ontstaat. Wat fucking romantisch, zeg jongens. Ik zit te zoenen met iemand. Hey, zoenen even bij ons aan de zon. Nee, maar het is niet leuk meer dat dat elke keer nu een grap wordt. Ik heb geen zin meer, maar als je wil. Wil je wel, of niet? Ja, tuurlijk. Maar wie gaat daar niet toe lopen? Nee, dan? Ik blijf zitten. Ik ook. Ik ben echt hard to get, ik blijf zitten. Geef mij die pas even. Ik heb ook mijn huur nog betalen. Geef die pas even. Geef die pas even. Nee. Ja, nee. 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 Ik wil het niet. Als ik kan, dan weg is een pijpertje. Ja. Even voor de goede orde, mensen. De zon is nu ondergegaan. We hebben even een mooi momentje. We hebben even een mooi momentje meegemaakt met z'n allen. Nu hebben we sushi besteld, maar dat duurt nog 30 minuten. En het begint nu langzamerhand. Ik had het echt niet, oprecht niet verwacht. Maar het begint echt wel een klein beetje fris te worden. De honger was blijkbaar nog niet gestild, want er wordt wederom eten besteld. Dit keer sushi, die ze bij een haventje laten bezorgen. Bro. Dankjewel, heerlijk. Het is inmiddels, het wordt nu wel echt donker. Mag ik nu eindelijk het onderwerp slaap opgooien? We hebben net eten, vriend. Zou ik dat niet even eerst doen? Ik moet wel ergens nog een keer poepen vanavond. Ja, dat is goed. We gaan even eten op het water. En nu is het nog licht, nu kunnen we het nog net zien. Het wordt nu wel snel donker, man. Het is inmiddels 10:30. Oh god, we hebben bijna 12 uur op zitten. Ja. Nu te kijken. Mijn koe gaat naar de kastje. Naar wat? Ik hoor je het zijn. Als ik hoest, dan proef ik dus ijzer. IJzer. Ja. Het is inmiddels bijna 11 uur. We gaan even een plekje zoeken waar we rustig kunnen eten. Joehoe! Dat zijn mini-loopia's. Ja, dat zijn mini-loopia's. Zullen we hem samen zo van kant op kant pop eten? Ja. Net als Lady in de Vagabond. Dat vind ik leuk, ja. Ik hoor dus heel vaak van vrouwen. Die maken dan complimenten over mijn sex drive. Ja, jij hebt echt een soort een pik van staal. Ik ga je net laten kijken of het echt waar was. Kijk eens. Het is gewoon echt zo. Oh, daarom heb ik die ijzersmaak in mijn mond. Geen leuke grap, ik ben geen homoseksueel. Ja, ik waarschuw jullie alvast. De volgende beelden kunnen echt heel schokkend zijn. Jullie zijn echt hard aan het zoenen nu. What the fuck gebeurt hier? Ik doe even de tukkenzak. Je bent makkelijk aangerand, man. Je was echt zo smerig. Ik ben verliefd op jou. Joehoe. Ik ga jou neuken vandaag. Dit is
echt het meest smerige stukje kool dat we ooit gestoten hebben. Op een gegeven moment, maar dat is echt bizar, dat heb ik nog niet vaak gehad, ook met vrouwen niet, voelde ik gewoon tussen onze tongen in zo'n spuugknol rondgaan. Ja, ik had jullie nog zo gewaarschuwd. Eet smakelijk. Dit is echt fucking smerige sushi. Rob, ik ben zeker dat je geen chlamydia had. Stel, het gaat nu uit tussen Rob en Milo. Wacht even, wow. Ik krijg denk ik liever aan een griep. Dat ik met één van deze twee gasten moet zoenen. Nee, niet kiezen. Dat was helemaal niet de vraag. Dat kan wel. Nee, Milo, ik vind jou een toffe peer. Ah, dat vind ik tof. Ga voor Rob. Best bizar dat 1 op de 5 mannen homoseksueel is en dat wij er 2 hebben. Maar jullie zaten echt te muilen. Wat zie je ervan, Louis? Niets. Jongens, hou op. Ik moet wel slapen zo. Ik word geil. Hoe is het? Laten we even nadenken over het slapen. Ik slaap bij Rob. Even voor de duidelijkheid. Het is, als ik dit uitdruk, best wel donker dan. Ja, ik merk het, het was allemaal in mijn gezicht. Maar Rob, even eerlijk, waar spuug je altijd? Of, we gaan even een plekje zoeken waar we chill kunnen slapen vanavond. Maar hoe de fuck gaan we slapen? Kom maar goed. Give the man an Oscar. Kunnen we het nu eindelijk hebben over slapen? Laten we het even hebben over slapen. We mogen niet van de boot af. En ik denk dat er te weinig ruimte is om hier gewoon te gaan liggen. Dus ik heb wat voorbereid. Ik ben echt zwaar benieuwd, want ik ben hier echt wel de hele dag benieuwd naar. En ik had dat je wel gewoon een soort tent had waar we dan in konden liggen. Wat speciaal hiervoor gemaakt, maar dat heb je dus niet. We hebben overleefd in de tuin, toen ben ik naar binnen gegaan. We hebben overleefd op het dakterras, toen lagen we in de VIP-tent naast Koen. En nu heb je in principe best prima banken, alleen heb je overal muggen. Dus ja. Ik heb sowieso dit. Kussens. Gewoon voor iedereen een kussentje, heerlijk. Ik heb voor iedereen luchtbedden. Ik hoor u denken, dat past toch niet, dacht jij? Wat ik heb geregeld, ik heb voor een ier van ons een opblaaszwembadje. En die kunnen we dan met touwen zo eromheen. En dan hebben we dus een soort 4 drijvende eilandjes. Doen we daar dat luchtbed in. En dan heb je een soort je eigen waterbed. Wat zo als een soort kleine eilandjes om de boot heen drijft. We hebben op een opblaasboot die kan omkieperen op het water gaan slapen. Die gaat niet omkieperen. En wat nou als ineens in een nachtje boot leeg gaat? Ja. Klopt. Dit gaat niet lekker. We hebben echt een fucking grote boot. Je had die partytenten neer kunnen zetten. Zo'n cel eroverheen. Wat ben jij een mongol zeg. Ik heb niks van tevoren gezegd. Ik zeg nu pas net voor het eerst. Ik heb iets voorbereid. Had ik ook niet kunnen doen, hadden we alle 4 gezeten. Ja, wat gaan we eigenlijk doen? Hebben we kussen? Ja. Dit is echt het allerdomste idee wat we ooit gehad hebben. Er zijn zoveel beesten. Ik heb dit nog nooit gezien. Moet je eens deze bank checken. We hebben een soort heel dolfinarium. Moet je deze randen zien? Moet je deze randen filmen? Holy fuck. Voor mij klinkt dit als een helemaal niet zo gek idee hoor van Milo. Alhoewel die insecten wel echt heel goor zijn. En over goor gesproken, ik had als ik Rob was ook maar even goed mijn tanden gepoetst. Het zwembad staat, daarin ligt nu een luchtbed. En Roel heeft op deze manier een soort van hendels gebouwd. Ja, die is dus niet normaal. Het probleem was dus vooral, hoe ga je ooit een touw vastmaken aan dit zwembad? Want die heeft geen oogjes, geen niks. Nee. Ja, dit zit echt als een huis. En dan is het tijd voor het moment van de waarheid. Kun je daadwerkelijk slapen in een opblaaszwembadje? Als eerste gaat Milo. Want als hij niet zinkt, zinkt helemaal niemand. Je ligt wel echt heel diep erin. Dit is gewoon lekker. Je ziet niet omdat het donker is. Hè? Je denkt nu gewoon, hij ligt gewoon in een kinderbedje, maar hij ligt op het water. Hij ligt op het water. Dit is gewoon lekker hoor. Je gaat gewoon op hoor. Dan wens ik jullie een fijne dag. Zie je met mijn pokkie? Heerlijk! Maar krijgen ze niet klein. Maar hoe lig je serieus, FCE? Ligt gewoon lekker. Maar hij beweegt echt bizar veel. Milo is de enige die het uiteindelijk aandurft om in een opblaaszwembad te gaan pitten. En dus gaat de rest gewoon veilig in de sloep slapen. Hoe heb jij geslapen, Milo? Ik lig hier echt prinsheerlijk. Koud, jongen. Daar heb ik geen last van gehad. Dus terwijl wij hier lagen te tukken, heeft er een tarantula heeft daar een web gebouwd. Laten. 6:30. Nou, wat gaan we doen? Ja, een stukje varen misschien. Oké, mannen, tijd om uit te varen. Het is op dit moment 8:15. Dat betekent dat we nog 3 uur en een kwartier moeten overleven. Dat is zo'n grote periode altijd tussen het moment dat je dan je slaapplek hebt opgeruimd en dan dat je klaar bent. Dat is echt, dit zijn echt de 3,5 kutste uren. What the fuck is dit? Ja, het enige eten wat we hebben. Volkoren havenreep. Als je hier niet de meest droge moffel van de tijden mag krijgen. Je bent een soort van de Sahara, maar dan in miniatuurversie. Ja, maar ik vind dat jullie heel negatief zijn. Je moet ook een beetje genieten. Kijk nou. Ik heb het wel gezien met mee. Ik heb het al gezien met die tyfusboot. Het is weer een mooie dag. Ja la 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 la. Het is weer een mooie dag. Ja la 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 la. Het
is weer een mooie dag. Het is nu bijna 9 uur en het grote moment is daar. Hij begint kopjes te geven. Ja, ik wil het niet, maar ik moet zo nodig. Rob moet schijten. Hij heeft zich echt lang ingehouden. Meestal schijt je wat 7 keer per dag, toch? Maar ik vraag me af, Milo, ga jij nu onderhangen? Aangezien jullie natuurlijk samen gisteren jullie liefde hebben bevestigd. Wie heeft wie van jullie twee? Ik ben de eter van ons twee. Het ding is dus, als je een beetje natte poep hebt, met natte doekjes, dan wordt het dus niet schoon. Dan veeg het uit. Je zou toch ook gewoon bijvoorbeeld in deze hele grote melkbus kunnen gaan schijten? Gewoon zoals je nu staat, kan je toch gewoon schijten? Jongen, dan glijdt hij over mijn eigen voeten. Ik denk zo, en dan met je kontje naar achter schuiven. Maar dit trapje is dus... Ja, ik zou het ook zo doen, man. Dan moet je over de rand gaan. Ja, dit is wel makkelijk, man. Maar zo, ik ben echt bang dat ik in mijn eigen broek ga poepen. Ja, maar die vieze witte billetjes. Nee, ga je hand boven die boei. Je poept net een boei onder. Ja, boei. Hij schijnt zo die hele boei onder. Maar wacht even, ga je niet over mezelf heen poepen? Je gaat dit niet live filmen dat die drol eruit komt. Ja, nee, doei. Het zou echt koude smeer zijn als hij die drol... Ja, maar ik moet zeggen, het is niet een ontspannen manier van poepen. Ik ben ook bang dat ik ga plassen nu. Ik moet nog even opsparen. Jezus, wat een anticlimax. Nee, anticlimax. Jezus. Ik kan het niet zo doen dat ik niet moet poepen. Zin in en het is tijd voor ronde 2. Weet je wat ik dan heb als we dan hier zo bezig zijn? Dan zijn we in zo'n 24 uur op een boot en dan denk ik van mijn leven is hierdoor echt helemaal niks beter geworden. Hoe nodig moet je nu poepen? Ja, nog steeds eigenlijk niet heel nodig, maar misschien... Wel nodiger. Ik kan gewoon niet op commando poepen. Er gaat geen poep komen, man. Hel, man. Wanneer je bil na 30 seconden in de zon komt, dan krijg je meer energie dan wanneer je een vlek... Een man moet toch een beetje ontspannen zijn om te poepen? Ga dan weer lukken. Ik ga nu hier zitten en dan denk ik, ja, ik zou best wel kunnen schijten, maar dan ga ik daar in een of andere foetushouding op die rand zitten en dan komt het niet. Maar begin dan gewoon nu te schijten. Maar serieus, haal die deksel er vanaf en schijt die pot vol. Ja. Mannen, we zijn er. We mogen er niet uit, we moeten nog 3 minuten. Ik heb genoten, ik vond het leuk. Ik heb lekker gevaren. We zijn niet verbrand, dat vind ik aan het godswonder. Even naar achter varen, anders ga je heel hard tegen de voorkant aan. Ik ben net een emotionele speech aan het halen. Hey, kan even jullie de tijd er even bij pakken op 10:59? Nog 35 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ik zou graag helemaal high willen doen, maar ik ben echt helemaal verneukt. Best een lekkere dag eigenlijk. Goed even een bootje jullie. Bedankt voor het kijken. Laat even weten welke volgende 24 uur vette challenge we moeten doen. Nou, wat zullen de mensen zeggen? Doei!